Tijdens de kick-off bijeenkomst van de Tilburgse kermis op 22 juni 2016 presenteerde kermiswethouder Erik de Ridder de plannen voor de toekomstbestendige kermis. Hij onthulde de nieuwe en wat gewaagdere kermisstijl gepresenteerd op een bijna blote dame. De gemeente Tilburg zegt te gaan investeren in de kermis. Waar het geld hiervoor vandaan komt en waar dit eventueel ten koste van gaat is niet bekend. Maar de gemeente zegt in de toekomst met sponsors te willen gaan werken. Zo liet de wethouder ons weten. De Tilburgse kermis heeft door de crisis al meerdere jaren achter elkaar een veel lagere pachtopbrengst voor de gemeente Tilburg. Bert van Houten, een nieuwe kermisexpositie op het Koningsplein in Tilburg. Op de nostalgische kermis, daar staat hij, opgesteld. En ik ben erg benieuwd wat er dit jaar te zien is in 2016. Ja, zoals altijd hebben we natuurlijk hele leuke dingen. En dit jaar hebben we dus eigenlijk iets aparts. Het gaat over de kermis natuurlijk, maar het is wel een nevengebeuren van de kermis. Het is een bedrijf wat al jaren de kermisattributjes levert aan de mooie draaimolens, want een draaimolen hoort op de kermis thuis. Nou, die man is overleden. De zaak is helemaal van de hand. Die man had geen kinderen meer. Maar de hele kermiswereld, ook in heel Europa, die kent autopeden. En wij hebben daar een mooi boek over gemaakt. Een van onze leden van de stichting. Dat is nu al de tweede druk, uitverkocht. Prachtig boek. Maar we hebben daar ook een item hier staan. Een prachtige kleine auto. En dat is de enige die hij gemaakt heeft. De enige maar. En hij heeft mij verteld dat hij daar twee nachten op gewerkt heeft. En toen was hij klaar. Ja, het ijzerwerk dus, hè. Het is een prachtig ding, het zou best geld kosten. Hij staat hier mooi in die tent bij ons en te draaien in het midden. En ik moet natuurlijk al die mensen uitleggen van wie het is. Hè? Alain Baeyens, dat was de eigenaar, dat is ook de bouwer en die kwam uit België. Hij was op 73-jarige leeftijd is hij overleden. En de hele kermiswereld, zeg ik al, die kent hem. En hij had op een gegeven moment 40 mensen in dienst die al die autootjes die wij allemaal kennen, trapautootjes en al die soort scootertjes en zo. Ja, die maakte deze man. En daar hebben wij een hommage aan. Tot wanneer is het allemaal te bekijken hier? Ja, het is iedere dag open van 1 uur tot 10 uur. Maar wij zeggen, zolang de kermis draait, 11 uur mag ook. Dat ligt aan het bezoekersaantal. Dus ik ben bang dat we iedere keer naar 11 uur moeten. En dan naar huis. Maar zondagavond is het om 8 uur echt afgelopen. En dan gaan wij weer inpakken. En dan is het ook gedaan voor ons. Ja, ik hoorde dat het misschien voor jou ook gedaan is. Dat je misschien plannen hebt om te gaan stoppen. Dat zou wel heel bijzonder zijn, want we volgen jullie al jaren. En ik heb je al jaren voor de camera ook. Ja. Maar vertel eens iets over dat gerucht. Of het is zelfs wel een beetje waar, geloof ik. Hè? Volgend jaar word je 75? Ik ben 74 en bijna dus. Maar ik ben net Hentje Davis. Die begon nog te zeggen, ik stop. En ik loop ook al een hele tijd, ik denk, stop maar wanneer het de tijd is, wanneer ik nu bezig ben en rond bekijk, dan krijg ik kippenvel. Zijn er goede mensen om het aan over te dragen? Want het is tegenwoordig heel moeilijk, hè? Nee, ik denk niet dat er op dit moment mensen zijn die dit... Ik heb slapeloze nachten. Slapeloze nachten heb ik en dat moet ik eigenlijk niet meer hebben, hè, op mijn leeftijd. Gewoon goede mensen regelen, Bert. Dan gaat het misschien weer verder. Ja, oké. Nou, dankjewel. Succes verder met jullie expositie. Dankjewel.